Dit is Eén Vandaag. Niet mee kunnen met het schoolreisje. Of erger nog, zonder ontbijt naar school. Een op de 9 kinderen in ons land groeit op in armoede. En voor de kinderombudsman was dat reden om begin februari een meldpunt te openen waar kinderen en ouders zelf hun verhaal kunnen vertellen. 500 kinderen hebben inmiddels gereageerd en hun verhalen zijn schrijnend. Wat vind je ervan dat jullie thuis niet veel geld hebben? Ja, best erg. Soms, je eet bijna de hele dag niks. En soms eet je alleen niet warm eten. Soms, ja, daarom. Soms is het heel weinig brood, soms is het heel weinig melk. Dat soort dingen. En je eet niet zo vaak gezonde eten. Dat vind ik. Heb je tips voor andere jongeren? Nou, ze moeten gewoon mee om leren gaan. En het beste van maken. Ze hebben gewoon een huid op de tong. Ze vertellen gewoon alles. Tot in detail vertellen ze hun verhaal. Soms dat je er zelf bijna een beetje voor schaamt. Dat je zegt, ja, dat hoef ik allemaal niet te weten. Het zijn verhalen die eigenlijk on-Nederlands zijn. Via een website kunnen kinderen de afgelopen maand hun verhaal kwijt over hoe het is om in armoede te leven. De eerste indruk is dat armoede heel erg schrijnend is. Vooral omdat het om basisdingen gaat, dat kinderen vertellen dat er of thuis niet voldoende te eten is, of niet de goede kleding aanwezig is, of dat ze bang zijn dat de elektriciteit wordt afgesloten, of dat de verwarming uitstaat. We zoeken een aantal van deze kinderen op. De 13-jarige Kishan is een van de ruim 377.000 kinderen die onder de armoedegrens leeft. Hij woont samen met zijn broertje van 6 bij zijn vader in Den Haag. Waarom is het op school gaan? Goed. Dit ding is nog op het gezegd verbeterd. Kishans vader zit in de schuldsanering. Zijn salaris gaat automatisch naar de schuldeisers. Ze moeten iedere maand rondkomen van minder dan 150 euro. Het is nauwelijks genoeg voor kleding en een dagelijkse warme maaltijd. Het gaat niet makkelijk. Dan heb je echt zin om te eten, maar dan heb je geen eten. En dan ga je honger naar de school. Als je niet hebt gegeten, kunnen je hersenen ook niet zo goed werken op school. Merkt je dat? Ja, dat wel. En Kishan loopt op school tegen meer problemen aan. Klasgenootjes dragen merkkleding, waar hij geen geld voor heeft. En dat laten ze horen ook. Ze gingen zeggen, ja, jij draagt hier broeken van 10 euro of je koopt van de markt. En ik draag hier een Gucci jas, zeg maar. En voor een Gucci broek. Soms vond ik het jammer. Soms moest ik wel van huilen. Soms. Kishan verdient eigenlijk meer dan dat hij heeft. Ook omdat het een lief, aardig jongen is, rustig jongen. We gaan ook heel veel naar de weggeefwinkel. En dan zoeken we gewoon kleren uit. En dat doet Kishan ook. En hij went er ook een beetje aan. Hij weet het eigenlijk niet beter. Er zijn kinderen, zelfs lees ik ook een enquête, die na een gewone schoolvakantie allemaal verhalen op school gaan verzinnen wat voor leuke dingen ze allemaal niet hebben gedaan. Terwijl ze thuis helemaal niks leuks hebben gedaan. En maak je je ook om meer dingen zorgen? Ja. Bijvoorbeeld, niet alleen eigenlijk om eten, ook andere dingen. Bijvoorbeeld, als ik heel graag op een sport wil gaan, bijvoorbeeld zwemles of voetballen of basketbal, dan moet ik ook geld hebben om naar die sport toe, maar dat heb ik niet. Dus ik maak eigenlijk over alles zorgen. Dat is de belangrijkste. De afgelopen maand heeft kinderombudsman Dullaert verhalen verzameld van kinderen die in armoede leven. Een verborgen probleem wordt plotseling zichtbaar. De kinderen schamen zich. Ze vertellen dat ze bedelen om boterhammen, geen vriendjes mee naar huis durven nemen en niet mee kunnen op schoolreisje. Dat ervaar ik als schokkend, want dat gaat er om basisdingen waarvan je mag verwachten dat dat er voor kinderen is. Wie van jullie zit bij de voedselbank? Even vingers omhoog. Okay. Verantwoordelijk voor armoedebestrijding zijn de gemeenten. Hier in Den Haag, waar Kishan woont, kunnen arme kinderen met een speciale pas lid worden van een sportclub. De stichting Leergeld zorgt voor de sportkleding. Deze schoen heb ik gehad, ook van de stichting Leergeld. Mocht je zelf kiezen welke schoenen. En ik vond deze wel mooi. Ja, dus nu kun je ook gewoon voetballen? Ja, dat is wel prettig, vind ik ook wel leuk. Sporten, op muziekles en op vakantie. Voor veel kinderen de normaalste zaak van de wereld.
De Stichting Leergeld probeert arme kinderen ook een normaal leven te geven, zodat ze niet aan de zijlijn blijven. Eens in de maand komen de kinderen samen om over hun problemen te praten. En wie zit er allemaal op sport hier? Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Het is maar goed dat die gemeente dat wil betalen, hè jongens? Ja, toch? Leergeld zorgt dat kinderen in Den Haag, die op een minimuminkomen, ouders met een minimuminkomen hebben, dat ze mee kunnen doen. En dat mee kunnen doen is voor ons het allerbelangrijkste. Dus dat betekent dat je je niet ziek hoeft te melden als je jarig bent op school, maar dat je gewoon kan trakteren. Dat je een fiets hebt om naar dingen toe te kunnen gaan. Dat je sportkleding hebt en, of een muziekinstrument als je muziek wil maken. Dat je in elk geval een pc hebt waarmee je mee kan doen, je huiswerk kan maken, maar ook kan internetten en je vrienden kan bereiken. Dat zijn de belangrijkste dingen. Zonder die hulp van de voedselbank en zonder het stichting Leergeld zou ik er helemaal niet uitkomen. Dat sowieso. Hoe je leven eruit ziet als je arm bent verschilt per gemeente. Iedere gemeente bepaalt namelijk zelf het budget voor armoedebestrijding. Gemeenten zijn er vrij in om hun eigen beleid te voeren. Dat is op zich ook goed, hè? Want Charloes in Rotterdam is anders dan een plattelandse gemeente. Echter, ik wil graag weten, al die verschillende aanpakken, hoe effectief zijn die? Gemeente Den Haag doet dat in dit geval veel. En met veel bedoel ik, en daar kom ik weer op terug op zich, in Leergeld. Blij dat die er is, want niet alle gemeenten hebben zo'n stichting. Maar kan het nu zo zijn dat je in de ene gemeente als kind armer bent dan in de andere? Ja, dat kan. Niet alleen het kan, dat is zo. Dat is gewoon zo. Kishan mag dus van geluk spreken dat hij in Den Haag woont. Maar als de verhalen aan de kinderombudsman één ding duidelijk maken, dan is het wel dat armoede deze kinderen constant bezighoudt. Ik denk het steeds aan mijn situatie, maar ik wil heel graag een beetje rust laten, een beetje vergeten, maar dat kan niet. De kinderombudsman die inventariseert alle ervaringen van kinderen die zijn binnengekomen in juni. Dan zal hij zijn conclusies en aanbevelingen presenteren.